Een hele goede middag allemaal en welkom bij een nieuwe adventsvideo. Nou, ik zeg hele goede middag, maar voor mij is er aan deze dag vandaag nog niet veel goed geweest. Oeps, ik heb gewerkt, mijn krasloodjes gaan ophalen bij de kruidvat en een nieuwe gaan halen van mijn grote kraskaart waar ik 20 euro mee had. Dus 10 euro winst again. Maar ja, vandaag had ik nieuw gaan halen en toen had ik niks. Dus het is klaar met de pret. We gaan stoppen met krassen. Zo ben ik dan wel. Ik speel en tot als mijn geld zeg maar altijd meegaat. Maar eenmaal het op is, dan stop ik ook wel. Ik ben echt niet gokverslaafd of zo. Don't think that of me. Maar soms is het wel gewoon even leuk. En ik had altijd 10 of twee keer zelfs 20 euro. Dus in totaal over al mijn krasbiljetten heb ik 20 euro winst. Want ik heb wel doorgespeeld steeds. Dus, ik vind dat netjes gedaan. Ja? Ik heb ook iets opgemaakt. Deze mini uit de adventskalender. Had ik al eerder opgemaakt. Dus, you know. Fijne geur. Fijne kerstgeur. Top. Beter dan de orange. Maar goed. Tijd voor onze kalender. Dag 17 alweer. 17. Kijk, een hokje. En het is een bonbon. De vanille truffel, denk ik. Ja. Gezellig. Almost. Elke dag doe ik dit. What the fuck. En natuurlijk hebben we ook hier nog een dingetje. En hij werd ook heel licht. En ja. Hier is hij. Lips as beautiful as they are nourished. Het is volgens mij dan iets van lipbalsem. En het is een lipbalsem. En het kutte met deze is wel dat ik die al heb. Van in dat blik wat ik toen kocht. Ja. Toen ik deze kalender bestelde, stond er ook van een kerstsetje met de kerstgeuren. En ik dacht dat er een kaars bij zat. Maar die kaars was gewoon een blik. Dus ik voelde me heel teleurgesteld. Ja. Wel fijn. Oh. Die smaak, het is lekker in een douche zo, maar op mijn lippen hoeft het niet. Maar goed, dat was het cadeautje van vandaag. Verder heb ik nog iets leuks te vertellen. Even nadenken. Wat ik net mijn bed verschoond heb. Er liggen kerstlakentjes op, want ja, deze week is natuurlijk kerst. Ja, eigenlijk kon ik nog een week wachten, besef ik nu, want vrijdag ververs ik mijn lakens. Ach ja, misschien het plan is om vandaag of morgen nog naar de IKEA te gaan. En vind ik daar nog een leuk kersttekentje of een ander iets. Winterthema. Want ik heb heel veel zomerse beddengoed, maar niet echt winters. Ik zou graag een nieuw flanel dekbed hebben, maar goed. Dat is te zien vandaag of morgen. Ik moet even met mijn moeder bespreken. We hebben eigenlijk andere plannen, maar ik bedacht, de IKEA is ook open. Ook handig om nog heen te gaan vanavond. Maar we gaan het zien. Verder, ja, ik heb gewerkt vandaag. Dat was een gewone basic dag. Niks bijzonder aan. Het was wel heel druk. Je begint te merken dat de mensen wel dingen beginnen in te slaan. Ook als je in de karretjes keek, dan was het heel veel. Toch vooral sterke dranken die er al in stonden. En heel veel mensen die nog bestellingen komen aanbieden nu. Van ik wil dat voor volgende week. Ja, gewoon. Het gaat beginnen. Gisteren ging het best wel goed trouwens. Gisteren was het heel rustig. In tegenstelling tot vandaag was het al best wel druk. Maar ja, even denken. Heb ik nog iets leuks te vertellen of te melden? Ik denk het niet. Ik denk dat dit wordt voor vandaag. Ik doe echt mijn best. Misschien vergeet ik ook iets. Maar ik kan gewoon echt niet denken. Ja. Morgen zie ik jullie ergens in de middagavond. Het is te zien wat we gaan doen morgen. Dus als de plannen van vandaag een beetje opschuiven naar morgen. Ben ik morgen de hele middag weg ook. Dus dan wordt het avond. Maar jullie zien me sowieso morgen. Met een nieuwe video. Dus tot morgen. Doei.